De band is bijeen hoor, ze zijn compleet met z'n vijfies. We zijn niet langer de troepadoers, maar heten vanaf nu Link en de troepadoers. Ja, ik weet niet of je dan verwacht dat ik ook muziek ga maken, maar... Ik vroeg jullie wat ik nog moest gaan doen in Tears of the Kingdom voordat ik naar Ganondorf zou gaan. En Space Gamer had de reactie met de meeste likes. Rick, ga naar de geoglyphen. De eerste is ten westen van Hyrule Castle. Daar vind je onderin een persoon die je wel kent van Breath of the Wild. Als je dit doet, wordt het verhaal veel duidelijker. Dus dat ga ik doen nu ik alle veeën heb ontgrendeld. Ten westen van kasteel Hyrule, ja, dan denk ik toch hier ergens of op dit eilandje. Blijft wel heel vet, hè, om dat kasteel zo daarboven te zien. Sowieso is dit misschien wel de tofste game voor de Nintendo Switch? Laat weten in de reacties wat jij de tofste game voor de Nintendo Switch vindt. En vergeet dan niet gelijk om te abonneren en te liken natuurlijk. Hoe meer mensen te abonneren en liken, hoe beter de video's worden bekeken en hoe leuker het natuurlijk is om video's te blijven maken voor jullie. Dus als je gewoon iedere video liked, dan maak je mij super blij mee. Oké, dus we gaan op zoek naar een persoon en naar de geoglyphen. Zou het daar zijn? Kan ik beter even naar deze tempel teleporteren? Oh ja, kijk. Dit, volgens mij bedoelen jullie dit, hè? Hier heb ik inderdaad meerdere van gezien door heel Hyrule. Dit soort gekke graancirkelplekken lijken het wel. Ik zou dus hier een persoon moeten vinden die ik ken uit Breath of the Wild. Is die persoon hier? Wacht even. Yo! Impa! Hoe is het met jou? Ja hoor, die zegt Link dat ik je na al die tijd hier tegen het lijf loop. Dit is Impa! Dat vind ik leuk dat we haar hebben gevonden. Ik had gehoord dat je vermist was. Ik ben blij dat je weer heel uit terug bent. En waar is de prinses? Waar is prinses Zelda? Ja, die is al een tijdje kwijt, Impa. Kijk, ze houdt ook de hoofd vast. Zo van, oh nee. Link, toen Zelda verdween, tegelijk met de ontwrichting zijn er grote tekeningen op de grond verschenen. Naar verluid zijn ze op allerlei plaatsen in Hyrule opgedoken. Dus ik werd nieuwsgierig en bezoek nu samen met Kado al deze afbeeldingen. Deze geoglyphen. Eind hier vandaan zag ik vanaf een heuvel dat hier een geoglyph is. Hier op de grond kan ik alleen niet zien waar het een afbeelding van is. Ik wil hem daarom vanuit de lucht bekijken. Pura had me een vliegend voertuig een zogeheten hete luchtballon gegeven, maar de wind heeft hem aan stukken gereden. Ik kan hem niet repareren. Oké, dus we moeten jouw ballon even repareren. Oké, dat is goed. Oké, dan zetten we dit mandje hierin. Zo. Is dit goed, Impa? Je hebt hem gerepareerd. Ja, graag gedaan. Ik ga met je mee naar boven. Let's go. We gaan het vuur aansteken en dan gaan we. Ik heb nog wel een bel die ik in de fik kan zetten. Zo, hoppakee. Doei. Later. Een romantisch luchtballonritje met Impa. Oh, dit is een zonai. Dit is wel heel hoog in de lucht. Ik begin duizelig te worden, zegt Impa. Ik kan de geoglyf vanaf hier helemaal zien, Link. Goed gedaan. Je moet weten dat een oude tekst uit het dorp deze geoglyf lijkt te beschrijven. Daarin wordt gezegd dat de volkeren in de oude tijd bij drakentranen geoglyphen maakten van wat ze zagen. Ik weet niet wat men in de oude tijd zag. Ik heb ook geen idee wat ze met drakentranen bedoelen. Maar geoglyphen gemaakt bij drakentranen. Zouden we misschien zo'n ding ergens op de geoglyf kunnen vinden. Het is slechts een vermoeden. Nou, daarboven lijken wel allerlei tranen zo naar beneden te stromen op die kop van die zonai. Maar misschien kunnen we iets ontdekken waar prinses Zelda zich bevindt. Zou je mee willen zoeken? Als je iets opvallends ziet op de geoglyph, spring dan gerust met je zweefsel uit de hete luchtballon om een kijkje te nemen. Misschien die steen daar naast die drakentraan. Of ik weet niet of het überhaupt een traan is. Hier zien we een steen. Is dit wat ze bedoelen? Oh, hier. Wat is dit? Dit is wel mysterieus water. Laten we dit even onderzoeken. Oh, kijk, ja, er gebeurt wat. Wat gebeurt er? Oh, dit zijn natuurlijk de tranen, het water. Ja. Oké. Cool. Oh. Een heartbeat zit erin. Het is levend water, jongens. Het is levend water. Wat gebeurt er? Wat gebeurt hier allemaal? Oh, dit is wel heel vet, hoor. Dit is cool. Dankjewel voor deze tip. Dit vind ik heel leuk. Sowieso dat we Impa hebben gevonden, vind ik heel leuk. Dan krijgen we nu... Wow, oh, daar is Zelda. Is Zelda hier gevallen? Ik denk het wel. Kijk, ze heeft ook zo'n traan in haar hand. What? Of ligt ze hier gewoon te chillen? Oké, wat? Wat? Iemand zegt wat? Oh, dear. Oh, dit zijn denk ik de vader... Is dit de moeder? Of is dit de zonai? Is dit de zonai die we als laatste hebben gevonden? Mineru. Oh. Ja, dit is sowieso Rauru. Ze schrikt zich kapot. We didn't mean to startle you. Het was niet onze bedoeling om je te laten schrikken. Het spijt me. It's okay. Het is goed. Mijn naam is Sonia. Die naam komt me ook bekend voor. Die heb ik eerder gehoord. What your name is.
Ik ben de dochter van koning Rome Zelda van Hyrule. What an unexpected answer. We are the king and queen who founded Hyrule. Wij hebben Hyrule gesticht. Or at least we were the last time I checked. You two founded Hyrule. And you're the king? En Zelda zegt nu dat ze de dochter is van de koning. King Rauru of Hyrule. Maar nu is Rauru nog koning. And Queen Sonia? Oh ja, Sonia was natuurlijk de koningin. Maar dat betekent vast dat Zelda terug in de tijd is gegaan. Ja, toch? Heel cool. Ja, nice. Dus door dit te doen krijgen we allemaal herinneringen van vroeger en komen we inderdaad te weten wat er allemaal is gebeurd sinds Zelda is verdwenen. Oké, ik denk dat ik dit even aan Impa moet vertellen. Nou ja, Impa die is hier al, die vraagt ook wat is er. En ik begin natuurlijk weer uit te leggen. Impa zegt, wat mysterieuze, je had visioenen in je hoofd. Een visioen van Zelda? De geoglyph, de oude tekst, de drakentraan en het visioen van prinses Zelda dat je zojuist hebt gezien. Zouden die allemaal met elkaar te maken hebben? Laten we nog meer geoglyphen bezoeken. Wellicht bevatten ze een aanwijzing die naar prinses Zelda leidt. In de oude tekst staat dat er iets dat met geoglyphen te maken heeft in de verlaten tempel te vinden is. En de verlaten tempel ligt op de bodem van het ravijn bij Hebra. Misschien moeten we daar maar dus naartoe gaan. De bodem bij het ravijn van Hebra. Oh ja, kijk, nu krijgen we al die herinneringen zo. Kijk, gelukkig staat er op de map precies waar we nu naartoe moeten. Super nice. Gaan we op zoek naar de volgende drakentraan. Dus ik moet hier in deze klif hieronder springen. En daar is waarschijnlijk een nieuw geheim. Moet ik dan hier naar binnen of zo? Oef. Dat was niet heel slim. Drukte even de verkeerde knop in. Of zou hieronder gewoon nog zo'n geoglyph zijn? Ja, kijk, ik denk dat we hier naartoe moeten. Oh, kijk. Hallo. Kijk, Kado die is hier. Oh, Link, goed dat je er bent. Impa vermoedt dat er een verband bestaat tussen de tempel en de geoglyphen. Daarom zijn we hierin gekomen, ook al is dat aardig wat moeite. Maar je weet hoe ongeduldig Impa kan zijn. Toen ik een paar seconden niet oplette, is ze alleen de tempel ingegaan. Zodra ik de ballon heb vastgemaakt, ga ik achter eraan. Oké, dus we moeten deze tempel in. Daar zijn best wel wat pittige vijanden, maar die ga ik wel verslaan. Want deze zilveren, daar kunnen we nog wel eens wat aan hebben. Daar krijg je namelijk soms zilveren Bokoblin horns voor en die zijn heel nice. We kunnen een brug bouwen naar de overkant, maar ik kan ook gewoon zo. Ja, hallo! Hoppakee. Die slopen we in één klap tegenwoordig. Lekker dit. Fijn dat dat allemaal zo soepel gaat. Zou Impa ook heel deze weg afgelegd hebben of wat? Ja, Impa staat daar al boven. Maar wat heeft deze tempel er nou opeens mee te maken? De tempel van Mayaushi. Hoi Impa. Die zegt ook, ja, ik vermoed dat er een verband bestaat tussen de geoglyphen en iets in deze tempel. Ik heb er naar gezocht, maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Is het hier in deze tempel? In deze shrine? Nee toch, de juiste combinatie. Kunnen we gewoon puzzels maken? We moeten gewoon tetrissen, joh. Okay, deze zo, denk ik. En dan deze zo ertussen. Lopen jullie ook altijd zo te rotzooien met, om dit dan weer recht te krijgen? Oké, zo. En dan omdraaien. Zo, ja toch? Easy. Wat ziek idee, doei! Okay, we gaan eerst even met deze de hoek maken. Dan gaan we eens even kijken of deze op de hoek past. Ja, dat past ook. En dan kan deze er gewoon tussen. Zo, hoppakee. Ja, vroeger heel veel Tetris gespeeld. Dit is niet de moeilijkste voor mij. Nou, we hebben een lichtbol. Oh, kan ook weer een nieuw hartje fixen nu. Dat is chill. Maar dit had er niks mee te maken. We moeten gewoon verder, denk ik. Eens even kijken wat hier dan allemaal is, hoor. Oh, we hebben hier wel een beeld of zo. Dit is een ander beeld dan die beelden die je kent. Oh, dit is helemaal geen beeld. Het is gewoon een pilaar. Gaan we hier door deze deur? Oh, wat is dit? Wat is dit voor gekke plek? Het gaat misschien later nog wel een keer duidelijk worden, maar... Wow, wat is dit dan? Wat is dit voor een maffe plek, joh? Oh, dit zijn al die geoglyphen. Ja, deze moeten we allemaal gaan zoeken. We zien het meesterzwaard onder andere. We zien nog een ander wapen. Ja, joh. Kijk, Impa die is er ook. Die zegt, oh, deze ruimte. Laten we er ook eens een kijkje gaan nemen. Ja, vet. Dit is leuk. Dit is zo'n leuke quest. Dankjewel. Die tekeningen op de muur. Kunnen dat geoglyphen zijn? Wat zou dit betekenen? Kijk, die hebben we gevonden. Dan zien we hier een tempel of iets. Volgens de kaart op de vloer moet die in de buurt van het Rito-dorp zijn. Oh, hier kan je zien waar ze allemaal zijn. Oh, dit is nice. Hier moet ik even een printscreen van maken. Zo, hoppakee. Het is haast niet geloven dat er zo'n ruimte achter deze ruïne zat. Ik heb gehoord dat de geoglyphen na de ontwrichting toen Zelda vermist raakte, in het land zijn verschenen. Wat voor verband zou er met deze tekening kunnen bestaan? Maar laten we niet op onze lauweren rusten. We moeten gauw de andere geoglyphen zoeken. Kado die zegt... Impa, neem nou even een pauzetje. Impa die zegt gewoon dat wij het moeten gaan doen. Link, onderzoek die geoglyphen als je ze tegenkomt. Dan zouden die je aanwijzingen over prinses Zelda kunnen geven. Wat vet! Heel cool. Dus hier zie je Hyrule Castle. Deze hebben we dan gevonden.
En dan zie je hier al die plekken waar die anderen allemaal zijn. Heel nice. Misschien is dit nog wel een leukere quest dan de hoofdquest, joh. Jammer genoeg worden ze niet gelijk op je map gezet. Dat zou wel heel chill zijn. Maar goed, ik heb een printscreen gemaakt. En linksbovenin zou er nog één moeten zijn. Dus dat is ongeveer hier, denk ik. Laten we daar nog even naartoe gaan. Dan kunnen we gewoon vanuit de uitkijktoren naartoe. Dan vliegen we ook gelijk hoog in de lucht. Dat is wel nice. Kijk, je ziet hem daar al helemaal. Daar is die. Dus daar moeten we nu naartoe. Moeten we dus alleen een speciaal punt gaan vinden in die tekening. Geen idee waar dat is. En dan moeten we dus weer op zoek naar zo'n plasje water. Het is wel moeilijk te zien zo met die sneeuwstorm hierboven. Oké, we zijn nu wat dichterbij. Het zou daar achterin kunnen zijn bij dat plasje, bij dat meertje. Lijkt wel op Ganondorf, hè? Nee. Dit is ook een zonai. Kijk, zijn kop. Als je zo kijkt, dan zie je goed zijn kop. Ik zie nog niet echt waar we dan... Oh ja, volgens mij zit hij daar. Daar is de traan. Hier links onderin. Zie je, daar ligt wat op. Ja, dit is het. Dit is de plek. Yes! Oké, ik ben heel benieuwd wat we nu gaan zien. Daar gaan we. De volgende drakentraan. Doet me een beetje denken aan die herinneringen van Harry Potter. Oh. Oh nee! Oh, we zien hier ook Ganondorf. De traan heeft gekregen. Finally, it is mine. Oh my god, hij heeft hem gewoon gestolen van Sonya. Oh shit, hij wordt ook gewoon flink groter in zijn handen en hij schijnt niet meer, maar het wordt echt duister nu gewoon. Oef. What? Freaking Ganondorf, jongen. Niet. What? Dit is wel vet gedaan, zeg. Hij heeft gewoon ook Sonya vermoord hier, hè? Oh my gosh. Is dit hoe de tempel omhoog ging? Ja, hè? Oh nee, dit is gewoon hoe hij helemaal lijp werd. Oh my gosh. What? Is dit ontstaan van de bloedmaan? Oh man. Wow. Oh my god. Kijk die blik ook. En kijk zijn haren nu, jongen. Helemaal gek. Oké, ik snap dat de eindbaas Ganondorf moeilijk is. Als je dit zo ziet, dan is die wel echt heel erg machtig, hè? Zo zijn alle monsters Hyrule ingekomen. Ja, joh. Wauw. Wat cool. Ja, de Lionels, jongen. Die zijn echt terror, man, deze beesten. Kijk hem staan. Het is wel een baas, hoor, hé. Oh, daar is Rauru. Sonya. Die zit nu dat Sonya... Ja. Ja, dat ze is vermoord. You took for granted the godlike power you had in your hands. Do you now see? The potential you squandered. What? As for her, she is merely... Zij is slechts het eerste slachtoffer van jouw arrogantie. You tried to control me, Rauru. Je probeerde hem onder controle te houden, Rauru. En zult sterven wetende dat je gefaald hebt. Hij wilde hem gelijk gaan pakken. Oh, ze leeft nog, denk ik. Oh, wat ga je doen dan? Oké, lekker. Ja, je denkt dat je nu al iedereen zomaar kan verslaan, Ganondorf, maar nee. Helemaal niet, jongen. Oeh! Zelda teleporteert hun. Waarschijnlijk naar een andere tijd? Kijk hem lachen, jongen. Hoor hem lachen. Wow.
Dit is insane. Dit is insane. En daar is de bloedmaan. Jeetje. Heb je het gezien, Link? Er is een nieuwe herinnering geboren. Maar deze was dus al best wel ver in de tijd. Dit is herinnering nummer 10. En daarnet hadden we herinnering 3 gevonden. Dus voor de volgende video ga ik de juiste volgorde zoeken waarin we al deze herinneringen moeten doen. En dan zal alles veel duidelijker worden. Bedankt voor deze tip. Doe een duimpje omhoog als je deze video vet vond. Ik vond het heel tof. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo-video's. Mazzel!